Metta betekent liefdevolle aandacht. Meiden worden hier opgenomen in een behandelsetting van 24 uur zorg. Meiden die hier komen zijn in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. De meiden hebben vaak veel trauma meegemaakt uit afhankelijkheidsrelaties, huiselijk geweld, verwaarlozing of andere zaken. Met als gevolg dat er gedragsproblemen ontstaan zijn en regelmatig ook psychiatrische problematiek. En de meisjes die wij op Metta 1, 2 en 3 hebben, dat zijn meisjes die hier komen. Omdat ze aan de ene kant mogelijk slachtoffer van geweld zijn, geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast is er ook sprake van een psychiatrische diagnose. Dus naast waar ze voor gekomen zijn, hun misbruik en hun slachtoffer van geweld en afhankelijkheid, hebben ze een andere stoornis. Daarnaast hebben ze ook vaak gedragsproblemen. In mooie woorden zeggen we comorbiditeit. En dat is hetzelfde als een dubbele diagnose. Dat betekent dat je op twee fronten aan het werk moet. Metta hebben eigenlijk drie fases. En de eerste fase is stabiliseren. Dat betekent eigenlijk dat je teruggaat naar de basis en een soort van stabiel worden. Maar die komen vaak uit een hele drukke omgeving met veel prikkels. Hebben soms heel veel rare dingen gedaan. En dus de eerste fase is dan tot rust komen. De tweede fase is dan echt de behandeling. Dus echt waar zit het trauma of waar zitten de problemen. En daar gaan we mee aan de slag. Ook systeemgericht werk is daar wel heel erg belangrijk. De ouders worden bij betrokken of belangrijke andere personen van de meiden. En de laatste fase is eigenlijk de uitstroom. En dan gaan we kijken waar een meisje heen kan. Of ze terug aan de ouders of op zichzelf wil. Ja, ik heb geleerd dat je jezelf eigenlijk mag zijn en kan zijn hier. En dat iedereen zeg maar gelijk is. Dat je niet echt als slachtoffer wordt gezien, maar gewoon als gelijke. En dat er meer wordt gekeken naar de mogelijkheden, zeg maar, dan naar de problemen. Dus wat je ook hebt meegemaakt, dat je er toch iets uit kan halen, zeg maar, om weer verder te kunnen gaan. Het uiteindelijk het doel van Metta is dat meiden door kunnen stromen. Dat ze zoveel dingen geleerd hebben in een jaar Metta eigenlijk. Dat ze eigenlijk heel vaak hun denkpatronen veranderen. Dat ze heel veel dingen geleerd hebben. Veel meisjes zijn verwaarloosd of mishandeld. En dat doet wat met een mens. En dat proberen wij hier allemaal om te keren door en te confronteren. Door ernaast te staan, door warmte te geven. En door de relaties met mensen om hen heen weer op te bouwen. Dat ze eigenlijk een veel steviger basis krijgen vanuit zichzelf en vanuit de mensen om zich heen. Dat ze daarna na een jaar eigenlijk zelfstandiger in ieder geval door kunnen.